We hebben binnen dit bedrijf ervoor gekozen om de komende jaren te gaan groeien, dus meer koeien te gaan melken. En daarvoor is het belangrijk dat je gezond jongvee hebt. We fokten ons jongvee in de oude situatie op, in de oude Hollandse stal, waar de ventilatie verder van optimaal was. En daardoor hadden we veel problemen met de luchtwegen bij de kalveren. Daarom hebben we besloten een nieuwe stal te bouwen, waarbij een aantal zaken heel erg belangrijk was. Dat was 1. Plezierig werken, 2. De ventilatie van de stal, zodat er veel frisse lucht binnenkwam en dat je dus uiteindelijk gezonde kalveren krijgt. En als je veel gezonde kalveren hebt, dan kun je groeien en heb je uiteindelijk betere koeien en waardoor je je bedrijfsstrategie in de groei ook kunt realiseren. We hebben in overleg met Erik Bak gekozen voor mechanische ventilatie. De lucht proberen we binnen te krijgen met een snelheid van ongeveer 1 meter per seconde. En zal dan in de circa 10 meter terugvallen naar een snelheid van ongeveer 0,1 meter per seconde. Dan trekt hij naar de dieren toe en wordt door deels de thermiek van de dieren verder aangetrokken en het afzuigpunt. We hebben 4 hokken en per hok is een afzuigpunt. Bij de jongste dieren wordt weinig lucht afgezogen. En naar gelang er kilogrammen in de afdeling in een hok zitten, kan er meer afgezogen worden. En zo hebben we bij elk hok voldoende afzuiging en frisse lucht, dat we op die manier de gezondheid en de voeropname bij de dieren kunnen sturen. We hebben met deze stal nu 4 jaar draaien mooie resultaten geboekt. We hoeven nauwelijks dieren met antibiotica te spuiten. Dat geeft ons ruimte. Onze dierdagdosering is laag, 0,99. We hebben gezonde dieren. De opfok gaat makkelijk, de voeropname is hoog en onze afkalfleeftijd is laag, waardoor we sneller meer dieren aan de melk krijgen en we dus kunnen groeien. En dat is onze strategie.